Nou, vrienden van de show. Leuk dat je weer kijkt. Vlog week nummer 16. Een week die begon met flink wat vertraging. Nou ja, goed, dat is uiteindelijk allemaal opgelost. Maar ja, dat is gewoon vervelend. Klein beetje technisch mankementje. Zelffixen lukte uiteraard niet, dankzij de ontwerpers van MAN. Er is uiteindelijk de servicedienst gebeld, die heeft het opgelost. En onderweg, maar ja, natuurlijk wel de boot gemist. Letterlijk en figuurlijk. Dus overland via Denemarken. Maar ja, omdat ik natuurlijk ook een bak ADR bij me had. En het wel aangemeld moest worden. Ja, ik was om 4:30 in de haven. Uiteindelijk 9:15 ochtends met de boot. Westkust uiteindelijk gewoon gehad van Zweden tot in Göteborg naar een stukje de binnenlanden in. En schroot laden. Hoe dan ook. Prachtige plaatjes. Lekker door de binnenlanden heen gecrossed. Niet de B-wegen, maar de... niet op de snelweg in elk geval. Dus geniet ervan. Ik heb het wel gedaan uiteindelijk. Nou, hele goede morgen. Nieuwe week. Ik sta hier in het prachtige Rødby, Denemarken. Eigenlijk maar één hele simpele reden. Ik had eigenlijk al lang in Malmö moeten zijn. Maar ja, wat pech gisteravond met de auto, dus de boot gemist, letterlijk. En over land gegaan, via Puttgarden en Rødby. En, dat is niet handig met een zon. Alleen, ik had ook een bak ADR bij me, en dat betekent gewoon dat ik niet bij elke boot zomaar standaard mee kan. En, uiteindelijk vanmorgen met de boot van 9:15. Toen ik om 4:30 vanmorgen al in Puttgarden was. Nou ja, een paar uur geslapen. Boot over. En tegen 9:30 was ik dus hier in Puttgarden. En ik ga zo nog even een paar uur verder pitten. Leuk begin van de week, hè?
Totally forgot. Which one you need? Well, I got these. I got double. Alrighty. I just gave it to your colleague. I'm not used to get in this ferry a lot, so no problem. Terwijl ik hier een beetje geniet van het ondergaande zonnetje boven de Oostvaardersplassen en een beetje dom voor me uit zit te staren, kan ik heel goed namelijk. Kun jij ondertussen even op abonneren klikken, als je dat nog niet hebt gedaan natuurlijk. En onder in de beschrijving van deze video staat ook een GoFundMe linkje. Kun je doneren vanaf 5 euro, moet niet, mag, heel vrijblijvend. Maar ja, dan draag je een steentje bij, zodat ik eerder nieuwe apparatuur kan kopen. Doe je mij uiteraard groot plezier mee, en jezelf ook. Want hoe eerder een nieuwe camera komt, hoe eerder er mooie beelden worden. En wordt het nog interessanter om te kijken. Fijne avond.
Goedemiddag, het is inmiddels dinsdag, halverwege de middag. We hebben de westkust gehaald, ik heb de rest van Göteborg gelost. Ja, eerder deze week heb ik vies vertraging opgelopen. De overland. Als ik morgen uiteindelijk in Zweden gekomen. Kijken wat je nog kunt lossen. Maar ja, het is helemaal niet anders. Nu onderweg naar Tidaholm. Kleine 2 uur rijden vanaf hier. Oh, mooie heuvels. Als ik hier aankom, dan zijn ze al gesloten. Vandaag al hebben kilometer trappen. En lekker zoeken voor de nacht. Dan gaan we vanaf morgenochtend uur 7, denk ik. Kijken we even hoe dat precies. Nog hartstikke vroeg. Lossen, 2 adresjes. Een belletje of 3-4 is. En dan gaan we daarna naar hier. Zo schrijf je dat. Volle bak laden. En daarmee terug naar Nederland. En dan morgenavond. Om 10 uur. Met de boot. Op donderdag. Weer te gaan lossen in Nederland. Althans. Dat is het plan. En we gaan wel zien. Of dat ook daadwerkelijk de praktijk gaat worden. Deze week hangt elkaar van de correcties. Ongelukken gezien onderweg, meerdere files gehad. Het is niet anders, wordt er een beetje bij. Zoals gewoonlijk, genieten van het uitzicht.
Nou, onderweg naar Tidaholm kom je over Mulsjeu. Rotonde zit de VIP. Beetje dezelfde keukenachtig als Rasta. Je kunt parkeren, tanken, Rotterplan meer. Niet houdt niet echt over van de luxe. Maar goed, dat is. Het is niet slecht. Ik denk van nou, prima. Morgen nog een half uurtje tokkelen. En blijf hier wel staan. Hey driver, you need to pay for parking for the night. Zo. Is niet heel vreemd, maar goed, die plek voel ik het wel bijzonder. Zo, hoeveel? 30 euro's. Dan ben ik jij niet helemaal lekker of zo. Geen niks terug. Eten, douchen, toilet komt allemaal nog overheen. Dus ik zeg van nou. De mazzel. Doen we niet. Twintig minuutjes even vast verder gereden. Eerst de beste P. Langs de doorgaande weg gevonden. Ik dacht, nou, het is wel goed. Ik ga hier staan. Ik kan nog steeds 11 uur maken. Dus we stonden al heel vroeg stil. En ik kreeg zo'n uitzicht. Dus lekker prima. Af en toe schuttenwagen een beetje. Dat we langs komen rijden. Maar ik slaap vast heel goed hier. Morgen weer verder. Vrienden van de show. Het is inmiddels 6:30 avonds op woensdag. We zijn nu
al een heel eind op de terugweg weer naar Malmö. En trailer vol met spare parts, zoals we het graag willen noemen. Heftrucks. Met een beetje roest. Die weer Nederland eruit gaan gooien. Hele onderneming, maar dat zat er een beetje dat de vingerwerk van wat weegselding eigenlijk. Nou, wat duurt dan de... Nieuwe naam is mijn naam is vol, boy, chauffeur. Houd eraan. En we rekenen, bordje met de aanslaster. Ik weet niet hoor, maar... ik weeg op dit moment iets van 45 ton. Met een aanslaster van 13,5. Op het rekhuis. Dat gaan we niet doen. En hoe kan dat nou? Heb je misschien een beetje de heftruck verkeerd ingeschat? Geen idee. Anyhow. Beetje schuiven, beetje trekken. Wat eruit. Ja, uiteindelijk een acceptabel gewicht. Bol vastjorren. Is de alles onwaarde vast. Deur dicht. Reins dicht. Rijden. Zit ik onderweg. Toch nog eens een keer die bordje moeten kijken. En afhankelijk stond hij op een 27,5 ton lading. Aan op het terrein zelf. Maar dan wel een beetje minder als gereden. Want staat niet helemaal recht. Lala. Kijk nog een keer. De internaton. Dus ik heb dit te veel uit laten halen. Dus, wat is de les die we hieruit hebben geleerd? Altijd strak horizontaal laden. Niet een beetje op gravel en andere shit. Ik heb al een appje gestuurd. Met mijn excuus. Nog een kleine 2 uur sturen. Ben ik hem al mee. Collega Gerwin. Strook al. Dus vanavond gezellig. En morgen naar Nederland. Lossen die handel. En trucks er weer uit. Nog een mooi kutstukje.
Thank you.